I am trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home, so am I. Hallo iedereen, Kobe hier. Welkom bij weer een nieuwe vlog, een nieuwe video in Spanje hier. Nog steeds even warm, het is 35 graden, het is veel te warm. Maar kijk, we gaan nog steeds die gym sessie knallen, man. Wat is jouw excuus? Hopen dat het een goede sessie wordt, ik hoop van wel, denk het wel. We gaan knallen, man. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren, dat we naar de maan gaan. We gaan namelijk naar de maan. 1 miljoen abonnees wil ik. En ja, man, we gaan het zien, let's go. Joe. Ik blijf ervan genieten, man. Enjoy van de video. Enjoy deze video. Let's go! Super warm. Even toch wel een snelle fitcheck voor deze sessie, man. Fitcheck van vandaag. We hebben gewoon basic kleren aan, maar les. Gewoon een zwart topje. Die korte broek voor die legs, man. Ja, toch, ja, toch. Let's go! Ik weet niet of jullie me horen, maar we gaan nu bicep doen. Bicep curls met de touw doen. En die doet je altijd goed. Doen. Want er was te veel boek en ik mag hier niet filmen. Dat andere mensen zijn, alleen ik mag geen andere mensen filmen. De eigenaar heeft dat gezegd, omdat die mensen dat niet zo leuk vinden. Ik ga gewoon bicep curls doen. We hebben nu al shoulder press gedaan. Dan hebben we. A few moments later. Hebben we. Curls gedaan met dat touw en dan hebben we little races gedaan, ook met de cables. Dan gaan we bicep curls doen, dan moeten we nog tricep doen en forearms. En dan is het goed, man. Ik zeg het, die shoulder press met de Smith machine, ik zweer dat is het beste waar is. Of toch voor mij wat het beste waar is voor mijn shoulders, man. Dat is hetgeen wat ik het meeste voel met mijn shoulders. Van alle oefeningen. Dus zeker een aanrader, als jullie dat willen doen, zeker proberen. Ik heb ook altijd een slechte gewoonte om een shake te eten. Tijdens ik workout. Hebben jullie misschien al gemerkt. Maar ja man, ik ben hier even die bicep curls doen en dan check ik jullie man.
Maar is de beurs geen goed, neem ik die gewoon nog deze doen en nog voorhand en dan ben ik klaar. Let's go man. Man, jullie zagen het net. Ik heb net reverse curls gedaan met de stang, de bar. Het is echt een goede oefening voor voorarms, man. De oefening waarmee ik mijn voorarms eigenlijk heb. Ik heb bijna altijd dat gedaan. Gewoon. Ik heb ook nog die rare curls die je zo doet. Die heb ik niet gedaan. Ik zou die zeker doen als je voorarms wilt doen. Zeker die doen. Gewoon niet bewegen met je hele lichaam. Gewoon stil blijven staan. Just naar voren en rustig omhoog. Time under tension is belangrijk. Want ik zie veel mensen ook die denken ik moet zo snel mogelijk mijn set klaar hebben en deze weg. Time under tension, hoe langer je spier onder spanning staat, hoe meer die gaat groeien. Dus probeer zo lang mogelijk de spier onder spanning te houden. Tussen de, voor mij, tussen de 8 en 12 reps. Dus gewoon rustig, gecontroleerd en traag. Wat ik ook nog wil zeggen, voor de mensen die zeggen dat ze geen tijd hebben om naar de gym te gaan of geen tijd hebben om aan zichzelf te werken, dat is bullshit man. Je moet gewoon andere dingen aan te vooropstellen. Je moet andere dingen gewoon prioriteit in plaats van naar de gym te gaan. Dat is niet dat je geen tijd hebt. Het is gewoon andere dingen te doen. Als jij elk weekend kan uitgaan, maar nu je tijd hebt om 2 uur even naar de gym te gaan. Sorry bro, dan wil je het niet. Degenen die het echt halen zijn degenen die het meeste willen. Man. En dan gaat dat niet om motivatie, dan gaat dat gewoon om discipline. Motivatie moet je zelf zijn. Je motivatie moet zijn dat je aan jezelf werkt en dat je beter wordt. Ik zie discipline man. De mensen die het halen zijn degenen met discipline. De mensen die beginnen en dan stoppen zijn de mensen met motivatie. Van mijn woorden. Het gaat niet om hoe je begint, het gaat om hoe je eindigt. Let's go. Dan komt het goed, man. Let's go. I'm gonna give you my heart. Cause your sky full of stars. Cause you like the party. Yeah, big man. Dat was even crazy man. Wow, yo. Die guy kwam naar mij en zei, ja, je hebt crazy fysiek. Dus ik zei van ja, ik doe een beetje YouTube, TikTok en zo als je wil. Want hij zag er ook echt crazy uit. Dus ik zei van ja, als je wil, kun je een posing video maken en zo. Hij zei van ja, nice, let's go, we gaan dat doen. Dan komt zijn vriend er ook bij. Dus dat is een van de meest wholesome ervaringen die ik heb gehad tot nu toe in de gym. Maak me blij man, maak me blij. En dan heb je ouders die zeggen van ja, je kind mag niet naar de gym gaan. Safe place man. Blij man, dat mensen zo zijn. Oprecht. Maak mijn hele dag goed gewoon. Als jij nu tijdens jouw workout iemand ziet waarvan je denkt, damn, die guy is crazy. Ga gewoon naar die persoon. Spreek hem even aan, zeg dat hij er echt goed uitziet. Je gaat zijn hele dag maken, geloof mij. Iets kleins kan iemand zijn hele dag maken. Gewoon daardoor. Als je hard werkt en dan wordt hij herkend. Dat is echt het beste waar is. Ik ga niet liegen. Dus... Uit man. Ik ga nu naar huis. Was een goede dag. Ik steek er moeite in. Ik hoop dat het waard is. One day is alles het waard man. Als je hard genoeg werkt. Als je hard genoeg blijft grinden voor iets. One day.
Gaat iemand dat zien? Gaat dat opeens viraal gaan? Gaat dat opeens iets doen? Dus, ja, ik hoop dat we een gym community kunnen creëren. En zo allemaal betere versies van onszelf worden, man. Let's go. Ik zie jullie, man. Love jullie allemaal. Tot later.